FC Groningen heeft het eerste duel in de play-offs thuis gewonnen van Vitesse. Lorenzo Burnett scoorde 2 minuten voor tijd de winnende treffer. Het was voor de verdediger zijn eerste treffer van het seizoen. Niemand had het echt mee opgerekend? Nee, die kans dat kwam er gewoon op. En ik dacht van ja, ik moet er wel gewoon gebruik van maken. En, ja, ik punt er dus erin, gelukkig. Ontlading? Ja, dat wel, ja, zeker. Vooral wat we wilden hebben, de nul houden en zelf een coach meepikken. Dat is gelukt, dus nu dus hebben we een mooie uitgangspositie. In de eerste helft stopte Bizot een strafschop van Atsu na een overtreding van Lindgren. Ik denk niet dat iedereen had verwacht dat we nog misschien zouden scoren. Maar in ieder geval wel dat we deze wedstrijd eruit zouden slepen en een 0-0 zouden houden, dat zeker. Maar het is alleen maar mooi dat we de laatste minuut hebben gescoord en dat we de overwinning meenemen. Ja, want had jij ook wel een belangrijke hand in vandaag? Ja, met de penalty is het belangrijk moment dat je die tegenhoudt. Voor het eerst dit seizoen op zo'n wedstrijd, zoveel druk erop. Ja, dat is alleen maar extra mooi en extra belangrijk. De saaie wedstrijd leek lange tijd op een 0-0 af te stevenen. Vooral opbouwend ging er veel mis bij de thuisploeg. Maar in de slotminuten sloeg FC Groningen toch nog toe. Ja, het was wel logisch uitslag geweest. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel te doen had. Meer in het voetballend gedeelte terug te ballen. Wat vrij lastig was, omdat hun ook veel druk hadden. En we hebben als team gewoon helemaal niks weggegeven. En dat is het belangrijkste. Ja, er werd snel balverlies geleden. Soms maar 5 seconden aan de bal. En de bal was alweer bij de tegenpartij. Ja, dat was gewoon slecht. Dus dat kunnen wij veel beter. En dat zullen we zaterdag ook beter moeten doen. Aan de andere kant moet je daar ook de complimenten voor aan Vitesse geven. Want dat deden zij gewoon goed. Ja, ik kan me voorstellen dat als trainer van FC dat je hier van tevoren voor tekent een 1-0. Ja, 1-0 is gewoon een prima uitgangspositie over 2 wedstrijden. De eerlijkheid gebied ook te zeggen. Op het moment dat het 0-0 was en het was een competitiewedstrijd geweest, hadden we waarschijnlijk andere wissels ingebracht om nog meer die wedstrijd om te draaien dan vandaag. Omdat je toch in je achterhoofd ook die tweede wedstrijd hebt. En 1-0 is een goede uitgangspositie. Geeft ons vertrouwen, de 7e keer op rij winnen. Dus dat is goed. Aan de andere kant rekenen wij ons absoluut niet rijk. Want je hebt vandaag gezien dat we het gewoon tegen Vitesse heel lastig hebben. Komende zaterdag is de return in Arnhem. Door de kleine overwinning heeft FC Groningen een goede uitgangspositie. Dat is alleen maar mooi, natuurlijk. Ja, voor ons is het alleen maar een hele goede uitgangspositie. En we hebben gewoon 1-0 winst en we gaan met 1-0 gaan we naar Arnhem toe. En dan begint het daar vanaf vooraf aan en moeten we die wedstrijd gewoon weer te staan en weer winnen. Ja, en dan gaan we weer verder. Wel met een goed gevoel, hè? Wat ik net al zei. Dus wel met vertrouwen. De uitgangspositie is goed. Zij moeten 2 keer scoren en geen goal tegenkrijgen. Wij hebben 7 wedstrijden op rij al gescoord. Dat geeft natuurlijk wel vertrouwen. Als we dat de 8e op rij doen, dan moeten zij er 3 maken. Dat is toch een lastige opgave. Het duel begint zaterdag om 7:15.